so fucking confused. Bro, mid-highway. This nigga riding on the hood like it's no big deal. And there's a bitch inside, bro. And she's, I think they're talking to each other. Bro, she's definitely pissed off at him or something. This is fucking crazy. Holy God. Bro, mid 95, bro. Most dangerous highway on the fucking planet. And this nigga riding. Bro. What the actual fuck? I am dumb weak. Die schoenen lijken op Hitler. Abnormaal. Motherfucker. Nee. Je moet vertellen wat de waarheid is. Als ik iets zeg wat jou niet bevalt, dan krijg ik geen geld. Nee, maar natuurlijk krijg je wel geld, jongen. Ik ben gewoon een eerlijke, coole gooster, jongen. Kijk, kom op, boter bij de vis. Er is geen vis en ik lust geen boter. Nee, kom, we maken er een leuk item van. Kom maar even lekker zitten. Je hebt mijn woord. Nee, dat ga ik niet. Ja, maar kerel, luister dan. Geef dan de helft in ieder geval vast. Dus vertrouw je me niet of zo? Door mij? Ja, ik vertrouw eigenlijk. Ja. En dat is het magische woord. Wat is het magische woord? Maak je deur maar dicht. Of maak je even een rondje. Je gaat het hier doen? Ja, natuurlijk. Met deze kleine kamer. Hoe lang gaat het duren trouwens? Ik heb je net betaald en je bent er nu al klaar mee. Ja, ik wil weer aanstappen. Nee, niet langer dan 20 minuten, jongen. 20 minuten? 15 minuten dan, Patser. Nou, laten we het op 10 minuten. Jongen, jij wilt snel geld verdienen. Om te beginnen, hoe ga... Denk je wat ik hier verdien? Dat weet ik niet. Hoeveel verdien je hier, rijke stinker? Hoeveel verdien je daar? Pak hem maar 2 tientjes per dag. 2 tientjes per dag? Ja, nee, voor... 2 tientjes per dag? Nee, niet per dag. Per 2 uur. Per 2 uur? Jongen, jij kan zo een leaseauto halen. Ja, en dan zit ik nog waar de avondwinkel in de stad. En dan verdien ik ook nog 2 tientjes. En dan loop je mij af te troggelen voor 3 tientjes? Ja, leen mij eens even 2 tientjes van jou, juist. Jongen tager. Ja, ik wil een hobby zijn. Ja, dat versta ik niet, hoor. Ik heb mijn hobby's. Je hebt je... Hij heeft zijn hobby's. Zit je hem in de maling te nemen? Ben je serieus, jongen? Wat voor hobby? Je moet er zelf om lachen, hè? Mensen, hij is te grappig. Hij heeft zijn hobby's. Wat voor hobby's heb je dan, Patser? Ik hou van visje, van vliegeren. Ga je vliegeren? Waarom neem je mij in de maling, tijger? Nee, ik ben ik zo lelijk dat je me zo in de maling moet nemen? Ik neem je niet in de maling. Nee, de maling neem je in mij. Jongen. Nou, om te beginnen. Nee, ik hou gewoon van mijn biertje en that's it. Oké. Maar hoe gaat het nou echt met je? Hoe gaat het daadwerkelijk echt met jou? Stel jezelf even voor, wat is je naam? Hij is niet vergeten! Ben je niet vergeten? Ja, zeg maar Fred. Fred, jij heet geen Fred. Ik wil jouw oorspronkelijke naam, wat in je paspoort staat als je die überhaupt hebt. Ik heb nooit een paspoort gehad. Je hebt nog nooit... Nee, ik heet Fred, echt waar. Maar je hebt nooit een paspoort gehad? Dus dat betekent, je bent ongeveer 47, schat ik?
Ja, een zeetje dicht in de buurt. Ja, dus je bent al illegaal vis. Ik ben 50. Dus je bent... Nee, ik heb natuurlijk een paspoort gehad. De hele wereld overgeruisd. Oké, ik zit met de legende hier in de auto. Hij heeft de hele wereld overgereisd. Nou, de halve wereld. De halve wereld. Neem mij even mee terug naar 20 jaar geleden. Hoe zag jouw leven er toen uit, lieve Fred? Toen zat ik op de universiteit. Zo, kan je dat eventjes in slow motion zeggen? Toen zat je op de watte? Universiteit. Van? Ja, van de UvA. Dat meen je niet? Ja, studeerde ik biologie. Oké. Okay. En daarna heb ik sociaal-juridische dienstverlening gedaan. Okay. En heb ik heel lang als... juridisch dienstverlener gewerkt. Oké, waar heb je toen gewerkt? Bij een hulpverlenende instantie. En waar was dat precies? Bij de MDRG. Bij de wat? Medische dienst, sociaal medisch dienst uit drugsgebruikers. Jij hebt gewerkt voor drugsgebruikers, uiteindelijk ben je zelf een drugsgebruiker geworden. Nee, ik ben geen drugsgebruiker. Oké, je bent een alcoholmisbruiker. Nee, ook niet. Ik hou van een biertje. Maar... Een biertje te veel. Laten we elkaar geen kleine jongens noemen, Fredje. Het is nu pas 8:30 en ik zag je niet. Ja, maar ik heb het hele nacht doorgehaald, man. Ja. Nou, hoeveel biertjes drink je op een dag? Eerlijk, hoeveel liter? Laten we het daarop houden. Ik drink zo'n 5-6 blikjes per dag. 1/2 liter, dus is 3 liter. En waarom drink je zoveel? Is er iets in je leven gebeurd waardoor je denkt van oké, ik wil de pijn even vergeten, of je hebt gewoon lekker trek in een biertje? Nee, ik heb vroeger gebruikt. Wat heb je gebruikt? Drugs? Ja, alles. En hoe is dat tot stand gekomen dan? Want je had een goede baan, je hebt gestudeerd, je hebt de hele halve wereld gezien. Hoe ben je op het punt gekomen dat je dan opeens drugs gaat gebruiken? Ja, de stepping stone. Je begint met hashish. Blauwe verschrikkelijk veel. Nou ja, van daar komt het ander. Nee, dan ga je toch iets anders zoeken. Nou, van het wat meer bevrediging zoekt. Toen ben ik heroïne gaan gebruiken. En daar ben ik mee gestopt, omdat het gewoon mezelf kapot maakte. Maar je zegt, je bent op zoek naar een bepaalde bevrediging. Wat voor bevrediging zocht je dan? Was je niet gelukkig? Had je een relatie? Ik heb altijd relaties gehad. Maar dan, nou, wat voor bevrediging zocht je wat je niet bij een vrouw kon vinden of bij... Heb je kinderen? Ja. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb 1 dochter. Oh, hoe heet ze? Ja. Oh, daar wil je het niet over hebben, oké, dat respecteer ik. Lijkt ze op jou? Huh? Lijkt ze op jou? Je spreekt. Dan wil ik verkering met de dagen, mag dat? Zou je meisjes gewoon zo willen? Ze is nog iets te jong. Oh, sorry. Ik dacht dat ze al wat ouder was. Hoe oud is ze dan? 17. Nee, is veel te jong. Maar ik heb ook een vrouw en 2 kinderen, 3 opkomst. Dus het was gewoon een grapje. Ja, echt. Wat is dit? Dankjewel, mijn tijger. Heb je nog contact met je dochter? Ja, af en toe. Af en toe? Wat vind je het mooiste aan haar? Ja, alles. Als ze die smaal van jou heeft, ben ik meteen verkocht, tijger. Ten eerste dat ze mijn intelligentie heeft. ze heeft de intelligentie, hij is van de vader. Ja. Ja, ze zit gymnasium en ze doet het hartstikke goed. Heel trots. Ik ben heel trots op. Oké, nou, breng me even naar je leven 20 jaar geleden. Hoe zag een donderdagochtend eruit van oom Fred? Mag ik nog een antwoord geven? Was jij rijke stinkend vroeger?
Nee, ik heb altijd geld gehad, maar nooit rijk. Wat is geld gehad hebben en wat is het verschil tussen geld hebben en rijk zijn? Ja, gewoon dat ik nooit geld tekort kwam. Dus dan ben je eigenlijk rijk? Ja, ik ben gewoon mijn studiebeurs en ik werkte erbij tijdens mijn studie. Dus ik kwam niks tekort. Heb je ooit deelgenomen aan het criminele leven? Dat is tussen jou en mij. Dat zet ik niet op YouTube. Eigenlijk wel, maar we doen alsof ik het niet zet. Dus wel. Ja, ja. Ja, je denkt te lang na. Als iemand me vraagt, links ben je homo, dan zeg ik meteen nee. Begrijp je? Dan ga ik niet zeggen van... Ja. Ik heb wel eens een tasje gehad bij de vormer. Potje aan drie dubbeltjes. Dat is... dat is geen crimineel leven, jongen. dat doet Mario Cash elke dag. Nee, toen ik nog heroïne gebruikte, zat ik in de fietsbusinesses. Zit je in de fietsenbusiness? Ja. Nou, ik weeg 130 kilo. Wat voor fiets past bij mij? Laten we even kijken of je echt een goede fietsenhandelaar was. Ja, dat moet een hele stevige fiets zijn. Ja, dat ken ik. Dat weet Klaas ook wel. Heb je een merk? Een merk van een fiets? Waarom doe je dat eigenlijk de hele tijd? Nee, Biggie Bike. Biggie Bike. maar waarom doe je dit de hele tijd? Wat is dat? Nee, dan denk ik. nou, dan stop met denken, jongen. Jongen. Ik denk je bent aan het poepen, jongen. Maar wist het. Oké, maar goed. En, nou, fietsen dus. Goede fietsen. Bij Rijksmuseum. Had je daar gewoon echt een pandje? Nee, gewoon van toeristen. Want toen waren er nog geen mountainbikes in Nederland. En toeristen kwamen toen niet met mountainbikes. Okay. Die leverden toen nu 200, 250 euro per stuk op. Jongen, ik begrijp het niet. Je hebt een lekker leven achter de rug. Hoe ben je dan? Ik ga niet zeggen dat het slecht met je gaat, maar het gaat in ieder geval wel minder dan 20 jaar geleden met jou. Of ben je gelukkiger nu dan toen? Ja, natuurlijk. Ik heb mijn huis, ik heb mijn vriendin. Hebben jullie nog seks, jongen? Eerlijk, hebben jullie nog seks? Dat ga ik helemaal geen reet aan. Ja, dat gaat me wel een reet aan, want jij bent mijn ome Fred. Nee. We doen ons best. Hey, een vrouw en een man die samenwonen, wat denk jij? Nou, dan heb je me toch verteld, joh, dat jullie gewoon seks hebben. Doe je het ook op zo'n hondjes met hem? Ja, dat ga ik je niet. Oké, ome Fred. Sorry. ja, nee, ik ga niet over mijn seks blijven praten. Oké, nou, dat respecteren we, jongen. Wat vind je zo mooi aan jou, hoor je het zo? Hij is de naam vergeten. Hoezo moet je nadenken over Fred? Noem hem maar Duffy. Wat vind jij zo mooi aan Duffy? Ze koopt al je biertjes, hè? Ze is heel zorgzaam, ze is lief. Zou je met haar willen trouwen? Ja, als ik geld heb voor een trouwring, zou ik met haar moeten trouwen. Ja, hoe lang ga je al met haar? Al 14 jaar. 14 jaar? Ja. Je hebt er toch niet alcoholverslaafd gemaakt, hè, oom Fred? Nee. Eerlijk? Nee. Eerlijk, dronk ze bier voordat ze met jou ging? Nee, oompie. Nee, dat zie ik aan haar. Je hebt het erin meegeslopen, gezeten. Nee, echt niet. Nee. Dan zou ik me rots gaan als ik dat had gedaan. Maar ze dronk want al. Ze was een cliënt van mij. Ze was een... Ga jij gewoon met je cliënten naar bed? Savage. Ja, natuurlijk. Daarom ben je ontslagen.
Wie zegt dat ik ontslagen ben? Oké, daarom heb je ontslag genomen of er is iets gebeurd dat je geen dokter of wat dan ook meer. Nee, ik kwam in de ziekte weer terecht. Waarom kan je niet professioneel zijn dat je je klanten als klanten ziet en niet als seksobjecten, jongen? Nee, het was geen seksobject. Nou, hoe dan? Hoe is het gebeurd? Ik kende de voordeel. Ja, je kende het niet, want ze was een cliënt van je. Jawel, ze kwam toen nog niet op mijn werk, maar ik zag haar in het park. In het park ben je dat echt? In het park was aan het luizen en ik kan ook wel luizen. Ik dacht van, leuk meisje. Maar ik lees wel, voor je voor, man. Ik ga praatje met hem. Hoe heb je dat en toen zetten ze het op haar rennen. Ik ren achter je aan. En ik ben niet zo'n womanizer, dus dan denk ik, nou, dat heb ik goed gedaan. Ja, ze rennen gelijk het park aan. En toen zag ik een maand later weer, denk ik, nou ja. Dit keer ga je niet rennen? Ik probeer het nog een keer. Nou, stel je voor, ik ben je... Maar en toen ging je weer pats, hup, ja? Park aan. Je kwam me weer tegen in het park. En een maand later kwam ze op mijn werk. Toen had je en er. Toen is het van het einde op het einde. Nou, stel je voor, ik ben je vrouw. Ik ben in het park, ik lees voor. Ja, je bent mijn vrouw. Nou, oké, jongen. Doe even. Ik wil even weten hoe jij haar hebt versierd. Ik ben misselijk van die idee. Ja, ik eigenlijk ook, weet je. Maar eventjes gewoon voor het verhaal. Nou, ik ben in het park, ik lees. Miep ging op stap met Pim en jij komt aanlopen. Ja, vertel maar hoe je er ging versieren. Miep ging op stap met Pim en toen kwam je de grote boze wolf tegen. Ja, nu moet je komen, want begrijp ik dat ze wegrennen. Ze de hele tijd naar de loop te staren, joh. En zo'n nee. Aan leren. Miep loopt op stap met Pim. Miep loopt op stap met Pim. Dus zo liep je op eraf. Ik wou dat Pim op stap ging met Miep. Soldaat, hier is mijn nummer, papi. Wauw. Wow. Hoe zie je jezelf over 10 jaar, tijger? Ik heb geen idee, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb geen idee. Hoe zag je jezelf vroeger toen je 20 jaar oud was, over 20 jaar? Had je verwacht dat je een alcoholist zou zijn? Ik ben geen alcoholist. Okay, ik hou sorry. Van een beetje. Oké, okay, mijn excuus daarvoor dan. Nee, je hoeft je niet voor te nee, maar het is niet leuk om... De meeste mensen denken dat ze een vak met een beetje zijn. Nee. Maar ik kan ook een paar dagen niet drinken. Oké, okay, je houdt van een biertje. Ja. Als wat moet ik jou zien dan? Ik zie je sowieso als mens. Als een intelligente meneer die gewoon heel veel dingen in zijn leven heeft meegemaakt. Wat is het ergste wat je hebt meegemaakt in je leven? Kijk, nu denk je na zonder geluid. Dus dat betekent je graaft echt diep in je geheugen. Ja, maar dat is te persoonlijk. Oké, nee, dat respecteer ik. Kan je misschien wel iets anders toelichten wat ook best wel pijnlijk is? Nee, ik wil geen pijnlijke dingen opraten. Oké, laten we het over de positieve dingen hebben. Ja. Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt in je leven? Mijn schooltuin. Je wat dan? Je schooltuin? Mijn schooltuin. Je wat dan? VWR. Je schooltuin? Ik hield van school. Ja? Echt, ik heb eerst MAVO gedaan. Mm-hmm. Toen HAVO, toen VWO. Mm-hmm. En toen ben ik naar de universiteit gegaan. Waar is het dan tussen haakjes, grote tussen haakjes, misgegaan, Fred? Ten eerste, de universiteit was te hoog gegrepen voor me. Oké. Ik kon het niet bolwerken. Oké. Ja, zeg ik eerlijk, ik wist het niet.
Maar mijn school was er ook niet op toegerust om mensen voor de universiteit klaar te staan. Was er iets in je privéleven? Want ik denk wel dat je intelligent genoeg was. Of was het gewoon van, het was gewoon net iets te moeilijk voor jou? Of speelden andere factoren een rol? Ja, maar dat... Zo persoonlijk komt het naar YouTube. Oké, okay, hebben we dat weer, ja. Nee. Ja, sorry. Nee, jij wil het onderste van de kanaal. Ik vind jou gewoon interessant. Maar ik wil mijn privacy ook mee. Dat moet je ook houden, natuurlijk. Natuurlijk. Maar natuurlijk zijn er problemen geweest. Oké. Okay. Heb je ooit een gebroken hart gehad? Ja. Met hoeveel vrouwen ben jij in je leven naar bed geweest? Ja! Jezus. Ja. Moet ik het nu allemaal... Jongen, doe niet alsof je heel Nederland hebt gepakt, jongen. Ben je ooit met een Surinaamse vrouw naar bed geweest? Nee, nooit. Dat meen je niet. Dat heb je niet geleefd, jongen. Dan krijg je van mij een paar biertjes, want... Dat moet je echt een keertje doen, jongen. Vooral eentje met zo'n grote bilfrit. Ja, ik val niet op grote billen. Dat meen je niet, jongen. Je bent geen billenman. Je bent geen billenman. Je bent geen billenman. Niggas zijn multigetalenteerd. Dat meen je niet, Fred. Niet plat. Ja, jongen. Niet maar, gewoon een lekker kontje. Je houdt niet van grote kont. Je kijkt zo Fred, je kijkt zo zwoel naar me. Ik word er misselijk van, joh. Godverdamme, nee. Dan waarom kijk je zo naar me dan? Jongen, laat me toch eens zien. Ik stap uit, man. Nee. Ik word misselijk van je. Geef dan mijn verkeerde Nee. Nou, ik heb hier een onzichtbare mic, zodat het geluid beter wordt. Kan je hem even vasthouden? Oep, hij is gevallen, wacht. Ja, pak hem even vast. Goed, zo. Gooi hem weg. Nou, dankjewel voor het diepte interview. Ondanks dat je niet alles vraag gaf, vind ik je een topgozer. Kan ik wat voor je doen, ome Fred van mij? Je krijgt nog een donnie van me. Jongen, je hebt niet eens alles gespit. Ja, nou. Je hebt me 60% van je leven gegeven. En daarvan heb je nog 20% genomen omdat je alles genuanceerd vertelde. Ja, volgende keer vertel ik je veel meer. Nou, dan krijg je de volgende keer dat tientje. Ja, ik heb je net 20 euro gegeven, oompie. Ja, ik wist dat je me zin had. Heb ik je genaaid? Nee, afspraak was 3 donnie. We gaan een kunstje doen. Als je dit goed doet, en als je dit kan, krijgen die 2 donnie nog, ja? Ik maak er 2 tientjes van, kijk hier. Zie je dit? Nee, man, Lex. Als jij dit met hem doet, broer, ben je echt een savage, man. Ik geloof niet dat jij... dit met die man gaat doen. Ik weet zeker dat jij dit niet kan. Ja, en dan ga ik dit bij jou doen. Wacht, rustig. En je moet het eraf slaan, maar niet van je voorhoofd halen. Kijk of hij valt. Oké, wacht, rustig. Zo, nee, niet met je vuist. Straks sla je je kop eraf. Wacht, haal het maar eraf met deze hand. Er zit in mijn haar, God, Jezus Christus. Shout out, Fred. Gekkie. Doe rustig, ja, je krijgt van mij nog je tientje. Ja. Dat heb je wel verdiend. Ja, hey, nou, je was wel een beetje fast, jongen. Hey, breng je me nog even naar het winkelcentrum? Nee, ik laat je gewoon hier lopen. Dat ga ik natuurlijk niet doen, patser. Nee, oké, dan is deze van mij. Nee, zeg maar even in de camera, meh,
Je moet zeggen mef, hè? Nee, ik weet niet wat het betekent. Dat betekent motherfucker. Mef. Motherfucker. Zo, stelletje supersterk. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het diepte-interview met ex-miljonair ome Fred. Volg me alsjeblieft op Facebook. Lionel Valentino Dors. Lionel schrijf je met 2 L'en. En de rest weet je wel. Check me ook eventjes op Instagram, Fitchbaby. En ik hou van je. Maakt niet uit hoe lelijk je bent. Fah.